Voel je je al rustig? Ik voel me helemaal zen. En wat oh, moet je... dit is achter de oh, dit? Oh, dat kan nog niet zo goed. Nee, wat de f*** doe je? Waarom moet je altijd tegenovergestelde zeggen? Ja, oh. Oh, dat kun je niet. Hele gevaarlijke uitvraag. Jij wilde met de cabrio, toch? Oh. Aanzetten. Vanochtend was het echt mooi. Ja. Totdat jij kwam. Toen werd het kut weer. Was jouw code ook alweer? Hé, hey, die mag jij niet hebben. Nou, die blijft dat staan? Nee. Nee, dan blijft hij staan. Zo wel. Oh, oh. Hé, hey, ja, ja. Hij doet het gewoon zelf weer goed. Zou ik even optrekken? Doe eens even dat, doe eens even dat codetje van je. Ze weten heel nieuw dat de code is. Dit is het effect. Ach, lekker zeg je dat kabiootje zitten met dit weer. Dat was echt een goed idee van ja. Het was in de ochtend, was het echt mooi weer. En toen in één keer ging het keihard hagelen en nu zitten we in deze bende. Wat gooi je allemaal haat op mijn auto? Nee, ik heb het over het weer. Oh. Het gaat niet altijd over jou. Ja, ik dacht, ik bedoel die zooi daar. Oh, dat ook. Nee, ik heb het over haat, hoor. Ja, maar nog steeds. Aeroplastic van 3 jaar geleden of zo. Een van mijn ruiten is. Nou ja, in ieder geval we zijn onderweg naar Emma Compaston, toch? Yes, de Tokkies! Yes! Nice to be! Zin in! En we hebben kompas gewoon. Tering! Als we nu in die cabrio zaten. Dan waren we... Met ja, dat weet ik wel, maar dan waren we sowieso te laat geweest met dat dak. Ja, dat was een fijn. Dan waren we echt een lul geweest. Kijk dan! Voel je je al rustig? Ik voel me helemaal zen. Ik ook. Wil jij je ook zen voelen? Ja. Holy shit. Ik wil dit ding echt in huis hebben. Hoe duur zou dit zijn? Ja, staat hier ook een prijs op? Wat is dit? Oh, je kan hier ook op slaan. En wat oh, moet je... dit is 800 oh, euro. Oh, dat durf ik niet eens aan te raken. Straks moet ik dat nog gaan betalen ook. Maar joh, ze hebben hier allemaal stenen en zo. En dit is wel een lijp. Zou even stil willen zijn? Hier, dit is toch ziek? Ik vind dit echt wel lijp. Alleen... Nee. Nou, dan niet. Ja, waar moet ik dit laten? Je net cadeau gaan geven. Oh ja, dan kan ik het weer ook weer verkopen. Ik verkoop altijd cadeautjes, hè. Jouw cadeautjes staan allemaal op Marktplaats. Ook je trui. Ja. Oeh. Jij durft. Weet je wat ik ook kan? Ik kan hey. Dit ook. Ho. Oh, dat kan nog niet zo goed. Nee, wat de f*** doe je? Ja, dat heb ik geleerd. Dit ziet echt debiel uit. Is dit zo'n Egyptisch ding? Ja. Wist je dat ze willen in Egypte zo'n gebouw maken alleen als het hoogste gebouw van de wereld? Wist je dat? Wist je dat? Wist je dat? Dat willen ze, dat willen ze. Dat willen ze doen. Kijk nou uit, dat ding is 100 miljoen euro of zo. Nee, maar ik heb het van Danny geleerd. Ik kan dit. Ik vertrouw jou niet met dit soort spullen. Je moet gewoon vertrouwen hebben. Nee, heb ik niet. Wat heb je hier aan? Kun je lekker tot je innerlijke zelf. Oké. Mooi. Nou, je moet wat kopen. Nu. Nu eigenlijk gelijk. Wat nu. Wil je hebben? Jou. Nou, dat is niet te koop. Kut. Dat vind ik wel mooi. Kut, sorry. Nee, dit vind ik eigenlijk helemaal niet mooi. Jawel, dit is wel mooi. Nee, ik vind dit wel mooi. Deze is wel leuk. Ja. Hier, dat ding is 30 euro. Ja, maar ik wil wel bijbetalen. Dat maakt niet uit. Nee, je hoeft niet per se bij te betalen. Je kan ook gewoon iets moois voor 30 euro kopen. Hier, 25 euro heb je ook een mooi steen. Nee, je hebt echt een kutbon gekregen. Hoezo? Groen is jouw lievelingskleur. Ja, is 20. 20 euro en niks is hier 20 euro. Maar hoezo? Groen is jouw lievelingskleur. Ja, maar niet voor in mijn studio. Dat echt, het is echt ongelooflijk. Dan denk je iets te weten over haar en dan weet je gewoon eigenlijk helemaal niks. Ik kan gewoon alles wat ik over jou heb geleerd, kan ik weer uit de deur gooien. Ik kan opnieuw beginnen. Ja, maar het is ook gewoon nooit goed op mij, hè? Nee, dat is weer met te merken. Oh, dit ding, is 15 euro. Hier, dit is mooi, man. Nee, ik wil toch geen blauw? Dit is paar. Blauw. Dit is blauw. Nou, ik vind dit wel mooi. Maar mijn studio is natuurlijk een beetje zwart, wit, beige. Dus die kleur moeten we ook hebben. Oh, dit is toch mooi. Dat is gewoon paars. Dat zit toch niet in mijn... Oh, maar dat is toch mooi. Het gaat erom of het mooi is. Mooi. Jij snapt niet wat mooi is. Daar gaat het mis. Ja, dat klopt. Daarom sta jij ook naast mij. Oh, dat kun je. Hele gevaarlijke uitspraak. Dat is echt heel gek. Dat is echt heel gek. Dat kun je echt
niet zeggen. dat was echt een intikken. Hier, dit is ook 15 euro. Dan heb je een mooi hert. Of een doodskop. Ja, ik wou weer zeggen, jij snapt niet wat mooi is, maar... Hey. Hoe voel je het? Ja, ik vond het wel gezellig. Je bent helemaal gezellig. Ik ben nu helemaal... Ha! Ik ben zelf helemaal weer opgefrist. Ga ik het weer verpesten. Ja, dat gezeik van jou weer. Dus wat hebben we nu? Nee. Oh, net zeg je gaat toch niet dat ene laten? We hebben een lamp. een hele fijne lamp. Nee, maar hij zei iets van een kristal, bergkristallamp. Is deze niet nat? Want die andere was gewoon nat. Hij is wel zwaar hoor. Kijk eens wat een mooie lamp, jongens. Ik wil hem eigenlijk gewoon vastpakken. Is toch prachtig? Kijken hoe zwaar die is. Maar ja, hier mag het. Voor zo'n lamp. Nou... Waarom moet je altijd tegenovergesteld zeggen? Ik ben geen ja zeggen. Ik ben het gewoon dus met mij eens. Hij is heel zwaar. Ja, inderdaad. Maar hij heeft en geeft dus licht. Ja, dat is een heel mooi ding. En dat is een kristal. Nu kunnen we helemaal tot rust komen. Heerlijk. Halen, spanningsverlies, bandenspanning, controleren. A, U, B. En de muziek moet even aan. Oh ja, ik dacht dat maar kun jij die bandenspanning niet even doen, want ik kan dat niet. Ik weet niet eens wat dat is. Ja, ik denk hier gewoon een man naast me te zitten die het allemaal regelt. Ik ben een jongetje. Je snapt het allemaal gewoon niet. Ik ben een jongetje. Welke band is het dan? We moeten zeg maar... Nee, we doen alles gelijk. We moeten alles controleren. Ja, maar moet je nu elke band gaan doen? Ja, waarom moet ik dat ook doen? Ja, dit is jouw auto. Ik ben hier om te filmen. Jij bent een man. Ja, ik ben inderdaad een man, dus ik zet jou aan het werk. Dat is niet hoe het gaat. Dat moet je nog even leren. Jawel, hij is aan het opladen. Oh, die is klaar, die is goed. Snel de dingen zo op de dop. Snel! Dat is gewoon gemaakt. Grapje. Doe het lekker zelf, commentaar te geven. Ho, ik wil wel even dat jij wat liever tegen mij praat. Oh, hoe doe je dat? Wow. Zie, dit doe ik allemaal met gevoel, hè. Wow, wat een dikke dingen. Nou, kijk even hoeveel erin zit. Ik ben benieuwd. Oh, er zit... Zat ook 2,3 in. Die is ook al klaar. Jij ziet er ook echt niet uit. Ja. Waarom werkt het zo? Je ziet er ook echt niet uit in dat pak van je. Ja, sorry. Maar je bent echt nu tokkie van tokkies. Oh, die was 2,4. Ja, dat is hartstikke. Die is ook klaar. De laatste. Ja, wat heb jij echt een ultieme tokkie. Ik ben niet zo sterk. Nee, dat wist ik al. Ja, ik ga echt niks doen. Ik film het. Ik ben om te filmen. Wat? Easy. En hoeveel zit in deze? 1,6. Het was deze. Ah, 1,6. Ja, deze had het wel even nodig. Het was deze? Ja. Oké, zo doe je dat. Lekker pik, wat een teamwork. Helemaal vies, domme. En nu in één keer som. We hadden wel de cabrio kunnen pakken. Hier, is dat niet een autootje voor jou, daarachter? Ja. Dat is mooi. Ik zie ze me al mee aankomen. Nee, daarna maak ik het uit. Rood is ook al een... Nou, ik vind het een mooi kleurtje. Nou, ik vind het vet. Het is wel wat te veel van het gooien. Eens, moet je zeker niet doen.